Deze is alleen maar klutsies. Leuk. Wanneer waren ze ook weer gegroeid? Vorige part. Vorige part? Ja. Ah, dat gaat zo snel. Wie gaf de giant sirene aan het kind? I know, right? Weet je, ik heb de sirene gezien, maar ze gebruikt een fucking beter jurk. Ja, nou, dat is het gestoordste gedeelte. Dan sta ik het zo groot als een speer. Genoeg om je hele hoofd te gaan spiesen. Ik zit gewoon te denken, like, Amerika is uiteindelijk kunst gewend. En dan zie je een kompa aanlopen met een sirene. Wel, het is geen kunst. Het is geen gun. Tap set. Moest je sinds het begin al doen? Wie geeft een klein kind zo'n groot syringe? Neptune. Dat klinkt logisch. En je kan gebruiken ze met hier, just say. Ja, beter dan de volwassen kompa. Hey, dat was een van de events om de betere eindes te krijgen, lijkt het geluid en zo. Want in 5 items. Hey, is die? I've had something docking on my noggin for a while. Dare I ask? There's another noir in blonde and bird in as well, but not me. Ah, you finally realized that? You. What's with the veiled insult? It's not that I know anything to be back. It's all conjecture. Conjecture is fine, say it. It is probable that a Neptune exists here, or she used to. But for some reason, you did not become a CPU here. I see, fascinating. And then? It is difficult to say, but since the Neptune here probably acts the way you do. She failed to get anything done and became a useless bomb. I do not believe she could function in normal society with no real income, just unable to eat. She was in a dire dog's death in a filthy alley. My condolences. Like Lancer. So Nappy starved to death. That's so sad. Don't hold this stukje for Victory 2. Why don't you all suddenly pop up and say terrible things about me? Oh, that's but one possibility. Perhaps due to some time paradox effect who never existed here at all. Instead of that complex theory, it's a lot more convincing to say that she died of starvation. before I die, I wish that I could taste pudding just one last time. Neptune collapsed into a shivering pile with one last sigh and died. The end. Misschien moet Blonde daarvan een boek gaan schrijven. Nappy. Could she not write my final line and then slap on some sad narration tanks? Ah, I guess it's waar. Ik bedoel. We hebben haar nooit gezien. Voor nu. Voor nu? Eigenlijk, we hebben al Scout gezien. Ja, dat is waar. Gezien. We zijn al gespoild. Maar we kunnen het doen alsof we niet gespoild zijn. Kijk, dat is Neptune's oudere zus. Alleen, we hebben het nooit in gezien. In deze dimensie. Ja, dat is een totaal. Oudere tweelingzus. Ze komen toevallig uit China. Oudere tweelingzus. Zei je dat dan net? Ja. Oude. Kijk. Je denkt dat ik een grap maak en het is zo. Maar het gebeurt echt in China. Of gebeurde.
Maar hoe kan je een oudere tweelingzus krijgen? Wel, jij dacht dat in China je de regel had dat je maar één kind kon maken. Like braden. Wel, dan hadden ze dat slimme, domme idee waarbij ze dit, like, wanneer ze de eerste kind is geboren, het geheim houden. En wanneer die tweede kind is geboren, zegt van, ja kijk, dit zijn gewoon een tweeling. En ze kwamen ook weer weg. Portret hier, just saying. Huh. It's bullshit. Even al... Zo, waar China's, gaat het over? 5pp is verdwenen. Ah. Het is in verdwenen, ze zitten nog steeds op party. In de bench. Ja, dit is een flashback, Ennis. Oeh. Je heet dat die blond hagelolly van die anime die ik net heb laten zien. Yeah. Zelfde stemacteur als Ron. Ah. Whatever. Makes sense. Oh shit. Ik kan niet lachen. Ik moet een serieus dom female character zijn. Wel, dat was niet haar zwakte. Geen emoties. Ik zie dat ze geen emoties had. Emoties, maar ze ziet er niet echt schattig uit. Like, ze ziet er hier uit als iemand die schattige dingen zou kunnen doen, zeg maar. En haar gezicht is meestal te serieus. Ja. Yeah. Ja, ze heeft volgens mij ook de hoogste wezenstat uit iedereen. Ja. Ik ben niet verbaasd dat ze hoge wezenstat heeft. Het is letterlijk haar karakter in hoofd. Want ze heeft een kleine hitbox. Haar wezenstat is zo groot. Dat zelfs, dat zelfs eieren nooit zullen geraakt worden door spermen. Ik was die grap compleet vergeten in Remake 2, maar dat hebben we gedaan. Man, ik geloof dat het al 1 jaar geleden was. Het voelt langer geleden. 3x2. Ja. Dat is like 4 jaar geleden sinds... sinds die ene keer door de Turkije zijn geweest. Ja. Like, niet eens van vorig jaar. Gewoon die van 4 jaar, 5 jaar terug. Voelt al like lang, heel erg lang terug. Het gaat zo snel. Zo, wat nou als we Nepkeer zien zonder de D-pad? Je ziet toch die haar onder haar D-pad? Ja. Yeah. Dat gaat gewoon helemaal omhoog. Wat? Alsof ze de D-pad daar heeft. En niet op de andere kant houden, want de andere kant van het haar is niet zo erg. Maar like, deze kant van het haar, like, als ze daar nou diep is verwijderd, dan gaat het gewoon allemaal omhoog. Dan komt de echte kracht tevoorschijn. Wat je niet weet is dat die D-pad haar echte kracht zielt. En dat is alleen maar voor Nepkeer. Want ze moest wel meer shit hebben om haar interessanter te maken. Wat je niet weet is dat ze de super... En dat is grappig, zij hebben de mensen ook. Ze gaat letterlijk de fashion maken. Dat ze helemaal, als ze elke spel iets anders probeert te doen, want zodat ze wat meer interessant wordt. De volgende ding dat je leert is dat Nepik al dit tijd een keer zware schokken aan heeft. Like, weet het socks. Ja. D-pad is ook weet het. D-pad en sokken, zwaar. Lijkt me wel Falcon met de toekomst een cool en stylish vrouw voor. Wel, een andere vorm van stylish zijn is weet het panties dragen. Die heeft Neptune gewoon aan laten doen terwijl ze aan het slapen was. Sowieso. Gewoon als bij het laatste baas kan zeggen, Neptune, doe je pet, zei, Nanny, dat zijn weet het. Are you fucking with me right now? Ja.
Ze is groter. Gelukkig hebben we genoeg DLC. Even wat uit te leggen. Zijn we Cyber Connect 2? Oh, Fukuoka. Dat is waar Cyber Connect 2 gedaan wordt. Fukuoka. Ja. Yeah. Het is een plek. Oh, misschien is het. Echt? Dat is wat. Blijkbaar heeft het goed eten. Nee, ik weet niet. Ik ben ook naar Kokoka geweest. Of naar Planet Tune daarentegen. Ik zou naar Planet Tune toe willen gaan, though. Of Japan. Wat is deze Japan waar je het over hebt? Weet je wel waar al die Pokémon's en zo zitten? Ah, je wilt de Kanto region. Ja, en de Johto region, die naast elkaar zitten. En de Hoenn region. Nee, Wanneer je het eet, word je een legendarische Super Saiyan. Het wordt maar steeds makkelijker en makkelijker om een Super Saiyan te worden, of niet? Maar wanneer is die Okayo en die andere ding samen eet, wordt je automatisch Super Saiyan God Super Saiyan. Je hield Super Saiyan blauw. Nee, Super Saiyan God Super Saiyan. En dat is letterlijk Bandai Namco's localisatieteam, in het nutshell. Was dat letterlijk wat ze zeiden? Was dat de localisatie daarmee? Ze hebben weer, ze hebben in feite nog steeds God Super Saiyan genoemd. Goed. Goed. Ik wil dat stomme naam erin blijft zitten. Dat is gewoon perfect. Het is pijn om de retops te krijgen, though, in dat spel. Ik bedoel, je kan ze gewoon kopen op in het echte leven. Waarom zou ik dat doen? I don't know. Wat is de lol in dat? Ik bedoel, ik zou willen het even gevierd worden. Deze boost cube te doen. Want je koopt ze met in-game geld. Dus met Zenny. Of je krijgt een A-rank of hoger in de hard mode van een van de arcades. Oeh. En het is fucking. De laatste gevecht is fucking bullshit. Like, ik wil alleen omdat Trunks fucking geweldig was. Met de eerste twee protes Goku en Gohan gingen heel snel dood, want ze doen 50 keer zoveel schade. Beerus' ultimate aanval deed zoveel schade, ik had maar een klein beetje HP over met Trunks. Maar met een klein beetje HP heb ik 3 protes verslagen. Zonder geraakt te worden. Dus Trunks is fucking geweldig, holy shit. Lol. Maar dat was de normale mode. Ik moet op de harde mode doen. Oh god. Maar dat was vechtspellen voor je. Ik vind het wel. Weet je wel, tenminste is het mogelijk om dingen te doen met sommige vechtspellen. Maar dit vecht. Het is meestal traditionele vechtspellen waar ze altijd het moeilijker moeten maken. Geen reden. Door bijvoorbeeld de computer jou knoppen te lezen. Of nog erger, gewoon dat ze 50 keer weer schade doen. Nee, kijk, dat is volgens mij de ergste bullshit. Ik zou het niet zo erg vinden als ik ook iets 5 andere gevechten had moeten doen. En dan het opnieuw moet doen nadat ik geslagen ben, weet je wel. Ja. Maar je moet ook nog een A-rank krijgen in die hele ding. Ja, dat is voor mij, computer die je knoppen leest is al bullshit. Ja. Maar wanneer je schade gewoon achterlijk verhoogt, nee. Oh, ik zweer het je, ze lezen mijn fucking kop ook bij het laatste stukje. Nee, dat is te veel. Dat is onnodig en te veel, man. Het is wel moeilijk genoeg om iets te verstaan of weet wat je doet. Ja. Het probleem met story mode ook is dat niet alle karakters heeft kan gebruiken. Er zijn nog steeds wat karakters die ik niet heb gebruikt die ik zou willen gebruiken om te kunnen weten of het goed zijn of niet. Het is bijvoorbeeld dan bespeel je Yu-Gi-Oh! En dan weet de vijanden, weet de computer welke kaart je hebt. Ja. Maar dan gebruikt een van de zwakste kaarten, zoals Little Karibo. Die dan jouw Blue Eyes White Dragon verslaat. Zonder zijn stats of zo te verhogen. Zulke bullshit. Dat is waarom zulke spellen leuk is om te spelen met andere mensen in plaats van computers.
Maar het probleem met andere mensen spelen gewoon random online is dat je of je vecht tegen iemand die heel zwak is, of iemand die gewoon veel te sterk voor je is. Ja, en dan soms speel je tegen iemand die veel te sterk voor je is. Maar dan rage quit die wanneer je zijn plan doorleest. I know, right? Ik van hier betekent die weet. How dare they? Jesse, het is tijd om de pokeballen te pakken. Ah, ja, en gooi fork en fakkels, we hebben dat nodig. En de wire gaat vol feminist aan ons. Tijd tot een beetje af te smashen, Anders. Fuck de pokeballen. Wat denk je weet ik met hun? Don't hurt my Tekken. Tekken is cute, girl, don't hurt. Exactly. Don't bully. Do not bully the Tekken. Tekken lives matter. Tekken lives matter. Staan ze nog een paar, kom je zeker van te zijn. Ze zijn letterlijk zombies, ze komen gewoon weer naar boven. Gewoon, like, boven. Ik heb voor perfect bait moeten we een hond meenemen, dus zeker weten dat ik een hart heb. A little. Wat zeg je? A little. A little? Is like, ze waren aan het pesten en dan gaat ze een beetje like, weerstand bieden. Een beetje, zegt ze. Volgens mij heeft Tekken meer mental like, support nodig dan fysiek support. Ja, uiteindelijk is Tekken meer. Is wel waarschijnlijk de meest engste ding around hier. Like, zij is letterlijk One Punch Man, maar je weet het niet. Ja. Yeah. Weet je wat, zij is Saitama's dochter, ik weet het zeker. Maar met wie heeft ze dan een kind gemaakt? Dat is de, like, dat is, niemand weet dat, like, iedereen vraagt zich dat af. Ja, zoals Blizzard is, like, jaloers op hoe deze kind is ontstaan. Kijk, ze heeft toch wel, like, licht. Wat zou je haar kleur zeggen? Gewoon grijs haar? Grijs. Het is niet zilver. Like, weet je wat, is een mix tussen like, zilver en grijs? Of is het? Ik wou wel dat zwart haar zeggen, maar ik denk van nee, het is veel te licht. Is like, hoe is grijs precies? Like, moet je wel op Google opzoeken? Wat... Oh, er zijn verschillende kleuren, grijs. Dat is waar, dat is dus juist het probleem. Er zijn zoveel soorten kleuren. Oh nee, deze cutscene. Hey, dus, je moet naar dit kijken, je moet het laten kijken. Like, ze zijn hier aan het trainen. Dat is like, oh shit. Of is dit, nee, dit is de andere. Nee, volgens mij. We zien het wel. Dat was niet eens 1% van de volle kracht, by the way. Ik zou nooit kunnen voorstellen om net een keer iemand te zien gewoon slaan met een vuist. I know, right? Ik weet niet waarom. Ze doet het liever met blade lasers. Je moet uitkijken, Tekken heeft vreselijke reflecties. De enige manier wanneer ik like, net kan zien iemand slaan, is wanneer ze een mekkenarm gebruikt en het als een raketvuist gebruikt. Ja, de derde spel moet dat gebeuren. Nee, wacht, het vijfde spel moet dat gebeuren. Ja. Fucking Max. Gemaakt uit Vibranium. Nou, nu ik over nadenk. Nu heb ik een staat mensen met haar vuist. Dat is een van haar JXC-aanvallen volgens mij. Ah, dat is een thumbnail. En daar zit geen transition in die thumbnail. Ja, dat is vreemd. Ja. Hij is panties, though. En, deze cutscene is de beste. Just continue. Ik
Oh my. Nefke is gewoon verbaasd. Hadden we haar achtergrondverhaal gehoord? Van Tekken? Ja. Niet echt. Volgens mij, het komt nog steeds, het zal later in het spel volgens mij nog voorkomen. Maar dat is een reden waarom ze zo is geworden. Heeft ze dat niet zo'n beetje verteld in de Wars van heel veel heeft gekregen? Ja. Het was achterlijk veel training, zodat ze en om van die pijn af te komen. Een soort mechanisme van die hoe zal ik het zeggen? Wat noem je dat? Als een copingmechanisme. Ja, als een copingmechanisme is het een masochist geworden. Of een masochist. Yep. Neptunia? Neptana? Neppertuners? Nepula? Het is een hele moeilijke naam. Hey, als je daar is eigenlijk de naam van de geheime groep in de nieuwe Metal Gear spel. Welke nieuwe Metal Gear spel? Metal Gear 5 is ook uit, by the way. Het is €10.07. Wat voor spel is dat nou weer? Ik heb daar nooit van gehoord. Ja? Staat niet, je hebt gelijk. Ja. Weet je, Konami is gewoon Japanse EA. Dat is een hele jammere feit. Eerst maakt het al die goede spellen zoals Castlevania, Metal Gear. En andere soorten shit. En nu? Yu-Gi-Oh! Nu is het gewoon een zinkend schip. Nog een zaak die we moeten vernietigen. Yep. En gewoon hopen dat iedereen Konami spullen koopt. Ja. Van de franchises koopt en dezelfde spellen maakt van de franchises. Precies. Vraag me af hoe diep Hideo Kojima was met zijn Metal Gear. Was het zijn eigen kind of zo? Het was zijn eigen kind, maar toen werd zijn kind gestorven in het vijfde spel. Ja. Yeah. Okay. I believe you. Yes, I believe you. By the way, Neptune zit nu in Senua Kagura. Ja, ik zag het. How can I get boobies like you? Geen zorgen, pompa. Zo, wat je me wil vertellen, dat er heel erg veel vet erin zit. Oh, arme IF. Een beetje. Arme kind. Haar dromen zijn al gegaan. CPU4 zei je toekomstige vorm. Is
Je hoort like Blanks opeens aan het kiezen. En dan gaat het... Blan teleporteert bij achter de app en zegt... Oh my, I'm all seen there. Nanny! Nanny! Oh, deze cutscene. Oh nee, dit is niet de ene, maar... Oh, ik denk aan een andere cutscene. Maar dit is waar het begint. Ze dus kan alleen zijn straal uit de ogen schieten, is dat niet geweldig? Super Robot Solving Z. Waren er Dragon Balls die karakters die uit hun ogen konden schieten? Ja. Denk, ik weet het van... Volgens mij heeft Piccolo het één keer. Frieza deed het volgens mij ook. En zeg, ik weet dat ze uit monden schieten, like laser beams. Ah, Dr. Gero deed het. En in plaats van laserstralen kwam er gewoon wat... shit uit haar ogen. Ik denk dat al dat like alcohol is die ze had gedronken. Ze had een hangover en alles. Dat is niet echt een percentage. Als het vloer vieze wordt, dan gaat het storm maar mooi. En nou heeft zij haar fucking EXE-drijfwapen. We hoefden haar niet te grinden. Volgens mij was dat niet haar EXE-afval, though. Ja. Was dat? Nee, dat was haar EXE-afval. Dat was gewoon haar SP-afval. Oh nee, dat was later. Maar ja, deze aanval hield mensen ook. Just so you know. Ja. Dus betekent dat mensen de jelly eten? Nee, ik denk dat het zo'n soort like AOE heal is, waarbij als ze erop staan, dat we al geneest. De voettaps op deze kutsie is de reden. Deze kutsie is de reden waarom deze port zo lang is. Oh, is het tijd voor een familiereunie? Oh nee, nog niet. Ja, blijkbaar zijn 5 BB en Nature's nichten. Zo ja, wat is... Weet je wat? Ik kan het geloven, want ik zie niet alleen zelf de birthmark, maar ze hebben dezelfde kleur haar ook. Zelfde kleur haar? Volgens mij hebben ze ook... Hadden ze ook niet hetzelfde like, die in het like, vlekje? Of... Dat is wat ik bedoel, ja. Zijn ze dan niet juist zusjes van plaats van nichten? Zijn ze? Like, ze lijken erg veel op elkaar, dus. Nichten waren. Ze zijn nichtjes, maar. Als ze zoveel op elkaar lijken, zouden ze juist niet nichten kunnen zijn? Ik weet niet. Whatever. Is niet zo belangrijk, uiteindelijk zijn ze. En dus ik heb je ook wat te vertellen. Jij bent ook een echte nicht van US. Want tenminste ben ik geen shit warrior. The fuck you. Tenminste rende ik niet naar stelletje kop en ze werd al volgens teruggeslagen. Oh, ik kan niet eten. Dat is één ding waarbij ik heel erg opgewonden ben om te lezen. Zo, like, wat precies is like, de bond tussen deze twee zaken? Welke zaken? Mages en 5PP. Want ik weet dat ze, like, is dat trekken ze gewoon met elkaar samen soms, of is dat het gewoon? Ze zien elkaar soms bij het kerstdiner of zo, iets weet ik. Yes, I am. Dus wat was Beetje staan aan het doen in Reaper 2 dan? In de geheim wel op te werken of zo?
Was ze in Rebirth 2 of? Nee, ze was niet in Rebirth 2. Ze, ja, ik denk dat ze bezig was in geheime lab. En eindigde eerst in Rebirth 3. Nou, ik zei, maakte die portaal ondertussen. Of ze ging eerst naar Rebirth 1. Misschien reisde ze naar de tijd. Oh, misschien. Ja, dat is wel. Nee, want ze had al assistant genoemd eerst in Rebirth 3 en ging daarna naar Rebirth 1. Weet je, stel wel dat ik Rebirth 1 dus ken, alleen een andere dimensie. Ja. Want alle karakters hier gaan hierna naar Rebirth 1. Dat is een beetje fijn. Zo ja, ik denk dat ze eerst bezig was met haar like, dimensieportaal en shit. In Rebirth 2. Mm-hmm. Waardoor ze uiteindelijk hier eindigde met iedereen. Dan maakte ze nog een portaal. Nou ja, die volgende portaal was bedoeld om terug naar huis te gaan met iedereen. En toen eindigde ze in Rebirth 1. Oeps. Maar als ze het onderweg ontmoet ze ergens, kijken de adult ding. Ah, wow. Oh ja, dat is waar. Mensen maakten wat dingen voor 5B zoals de headphones. Ah, ja, dat is waar. Ze maakten wat dingen voor 5B. Volgens mij maakten ze ook de stage. Is het Chris Regan? Wie? Hyperdimension Gadget 1 Gunpart Forken. Dus het is een... afstandsbediening. Oké. Je maakt een afstandsbediening. Dit is net als Patrick die naar Spongebob toe gaat van kijk Spongebob. Wat ik heb uitgevonden. Patrick, dat is een spiegel. Dat is al gemaakt. Oh, waarom stelt iedereen altijd bij ideeën? Dit is het zo'n beetje. En zei ik de pistool, deze afstandsbediening is gemaakt voor kleine kinderen om lol te hebben. Wanneer ze door andere kanalen gaan. Ja. Nou, de echte vraag is, kan ik hiermee mijn Wii aan en uitzetten? Nee, de beste vraag is, kan ik mijn lul hiermee aan en uitzetten? Ik vind het een hele belangrijke vraag. Aan en uitzetten? Ja, lijkt de lul aan en uitzetten. Kan ik mijn lul? Kan ik mijn lul groter en kleiner maken? Natuurlijk maak ik het al 5 keer groter. Zo groot dat het een pond haalt. Natuurlijk. Interessant. Je ziet dat je kleine lol had. I will fucking murder you. Ik denk... Daar gebeurde wat. Zo, wacht. Ze maakt een afstandsbediening die geen batterij nodig heeft. Deze hele afstandsbediening is gewoon veel moeilijker dan normale afstandsbediening. What the fuck, mages? I know, right? Ik heb geen probleem met hem. Deze afstandsbediening is gewoon lijkt een fucking versie van de eerste afstandsbediening. Het is like, it's a cool idee dat we geen batterij nodig hebben voor deze afstandsbediening. Maar we betalen veel te veel geld hiervoor. Opladen ze een nutshell. Oh, heel veel kosten batterijen. Batterij kost niet zoveel, maar het is gewoon dat irritante ding waarbij oh, de batterij is op van de afstandsbediening. Hop, moeten we een nieuwe pakken? En dan heb je... Oh, fuck, ze zijn op. Ik moet weer naar de winkel toe gaan. Fuck my life. En het is specifiek, en dan ben je ook tot ene persoon die niet zo vaak de televisie gebruikt, weet je?
Buiten dat je dan games speelt. Maar dan is dat de irritante gedeelte. Oh ja, dit is madness. Madness! This is... Sparta! Ik heb een microfoon in stukjes gedaan. Dus hebben niks geleerd van Mega Man X. Sorry, het is toch madness. Nee, ik zou maar niet zo zeker ervan zijn. Zo meteen vinden ze uit wat de fuck je bent. The sister is blessing you. It seems we are comrades. Laten we de communisme beginnen. It's like, nu vindt ze het niet zo erg. Maar de volgende keer dat ze lekker een cyborg heeft gecreëerd in de stad vernietigd, gaat iedereen haar de schuld geven. Mad scientist. Ja.